une visite exceptionnelle ce matin au passage à niveau près de la gare d'Everlee. Ik kom mijn steun betuigen aan Infrabel die een actie opzetten rond veiligheid bij overwegen. Geluidssignalen, rood licht, hefbomen worden soms bij benadering maar gerespecteerd door voetgangers, door fietsers, soms zelfs automobilisten. En dat is een ongelooflijk gevaar op onze wegen. De mensen die stoppen aan een gesloten overweg, die krijgen een flyer en een Sinterklaasventje, een chocolade. Dit eigenlijk als ludieke actie om toch te wijzen op de verkeersregels. Dus op de bladwijze staan ook nog eens de regels goed uitgelegd. Les enfants sages reçoivent du sucre dans leur petit panier, mais certains enfants n'ont pas été très sages. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation d'Infrabel, certaines personnes ne respectent toujours pas les règles de circulation. Van tijd de barrières zijn wel omhoog, de lichten gaan nog en dan ga ik al wel over. Ja, buzale. Dat is de reden natuurlijk. Hè. Les personnes pas sages ne recevront pas de cadeaux, mais une amende bien salée. Ik vind het wel goed om dan mensen echt duidelijk te maken dat je niet snel moet oversteken als het niet rood is. En ook als de treinslagbomen dichtgaan, dat je echt leert wachten, ook aan de jongere generatie, dat je niet snel moet gaan. Want dat is echt gewoon gevaarlijk, zo'n spoorweg. De mensen vinden het een hele toffe actie. Ze vinden het leuk dat de Sint erbij is. En ze beseffen maar al te goed het belang van zulke acties. En beloven ook allemaal dat ze die regels zullen volgen in de toekomst. Ik vind dat wel leuk, ik had dat niet verwacht en dat is toch goed om de ochtend zo te beginnen. Ja, dat is wel fijn. Ik zie hem hierachter bij staat, dus een ludieke actie. Dus ik zou zeggen, meer van dat.